Minister Riyad Noor Mohammed van Openbare Werken bracht onlangs een bezoek aan het district Kommewijnen. Op het veerplein De Meerzorg trof hij de oude loopbrug in zeer slechte staat aan. Hij nam meteen het initiatief om tot de rehabilitatie van de loopbrug over te gaan. De bewindsman bracht het bezoek aan de locatie samen met de presidentiële commissie, waarbij naast de president en de vicepresident ook de DC van Kommewijnen aanwezig was. Er was een presidentiële commissie die bezoeken heeft gebracht, of delegatie die een bezoek heeft gebracht aan districten. En Kommewijnen was het eerste district, dus we praten over een paar dagen terug. En de president en de vicepresident hemzelf waren hier aanwezig bij deze locatie op voordracht van de DC. En ik natuurlijk ook. En toen we de situatie zagen en start van het schooljaar was 1 oktober, heeft de president een beroep gedaan van dit kan niet. Dit moeten we snel. Dus het verzoek was concreet om voor 1 oktober de loopbrug weer gerehabiliteerd te hebben. Maar u ziet twee bruggen, u ziet een betonnen die niet afgemaakt is en een houten, et cetera. Dus wat ik heb gedaan is, het kwam goed uit. We hebben voorgesteld dat we dat gezamenlijk doen. In wat de regering ook promoot om samen met ondernemers, de DC, samen te werken met OW. Ook misschien de boothouders samen te werken aan de oplossing. En zo is het gekomen dat gisteren de brug eigenlijk finaal was en vandaag opgeleverd wordt. En dat is gedaan in wat we noemen PPP-verband. De bewindsman geeft aan dat honderden tot duizenden personen dagelijks gebruik maken van de loopbrug. Niet alleen scholieren, maar ook de werkende klasse kiest voor deze optie om eerder en op tijd op de plaats van bestemming te zijn. Ook zal hij een beroep doen op de regering om de begroting te wijzigen door meer scholen te bouwen in het district. Dit kleinschalig project is op deze bijzondere manier opgelost, dat zeker op prijs wordt gesteld. Ik heb begrepen dat het in orde van honderden tot duizenden is. Toch, zoveel kinderen moeten elke dag naar school en zoveel mensen moeten elke dag gaan werken in Paramaribo. En ik heb net gevraagd dat als wij die twee scholen hier gaan afronden, want er is eentje een militair project die niet afgerond is. En aan Tamarijo was er ook een verdiepingengebouw, scholencomplex, die nooit gebouwd is, maar er was wel een bord gemaakt waarmee mijn verkiezingscampagne had gevoerd, enkele jaren terug. En ik heb net gevraagd of we die scholen afmaken en bouwen, dat zoveel kinderen niet meer dagelijks hoeven te gaan. U moet nagaan wat voor kosten ze hebben. Ik heb net begrepen, uiteindelijk betaal je 50 SD per dag. Is onbetaalbaar. Dus ik ga de regering, ik ga ook een beroep op de regering doen dat we een wijziging brengen in onze begroting om die twee scholen prioriteit te geven boven andere dingen. Want dan is dit probleem ook verminderd. Ja toch? Dus dat is het een beetje wat de noodzaak betreft van die steiger. Elvis Carsono, OW-coördinator in Kommewijnen, zei desgevraagd dat de 30 jaar oude loopbrug haar nut heeft bewezen. De brug is belangrijk voor boothouders die dagelijks passagiers te water vervoeren. Verder zorgt het ook voor werkgelegenheid voor onder andere de boothouders. Op je moment, dan kan je direct een idee hebben van filevorming daar. Hoe ga ik naar Paramaribo? Dit is de kortste weg. Je pakt een bootje en ben je al in Paramaribo.